Elke laatste zondag van de maand organiseert Stichting ICA een Kumpulan. De Kumpulan is gewoon een maandelijke bijeenkomst van alle Indische mensen in Almelo. En de bedoeling is eigenlijk dat ze een ontspanning, cultureel en soms ook op een wat sociaal gebied gezellig bij elkaar zijn, één keer in de maand. Onze vereniging bestaat al 25 jaar. Vorig jaar hebben we onze 25-jarig jubileum gevierd. En wat dat betreft zijn wij dus eigenlijk goed op de kaart gezet in Almelo. We hebben dus nu de paaskumpulan. En dat is dan extreem een kumpulan die dus een beetje een ander tintje krijgt. Er worden dus nu extra maaltijden met bijvoorbeeld de nasi goreng met 7 gerechten geserveerd. De band, er komt ook nog een dansgroep van Hawaiian Fantasy die al 15 jaar, iedere jaar voor de paaskumpulan bij ons op bezoek komt. En ze zijn haast niet meer weg te denken. Ja, we gaan ook 2 keer per jaar een busreis organiseren voor onze leden naar de Passermalm in Den Haag. En ook vaak naar de Zwarte Markt in Beverwijk. We houden voor onze leden ook een vliegerdag voor de mensen die dat vroeger altijd leuk vonden. En er wordt ook een visdag georganiseerd met prijzen. Dus kortom, als er nog wensen zijn bij onze leden, dan zullen wij daarop inspelen. En kan iedereen zo'n kumpulan bezoeken? In principe is het een besloten kumpulan. Maar een ieder die dus een affiniteit heeft met Indië, die zijn altijd welkom. En uiteraard nemen ze altijd supporters mee. Dus we krijgen een leuk gezelschap van de Nederlanders hier. Die dus belangstelling tonen voor onze cultuur. Meneer Antonijs, ik zie u heel vaak op kumpulans komen. Nu ook weer. Wat is er zo mooi aan een kumpulan? Nou, eigenlijk kom ik hoofdzakelijk om te dansen. Maar als ik spreek met de mensen, de Indo's zoals ze dat noemen, doet dat mij heel veel deugd. En ja, eigenlijk is het zo dat mijn vrouw meer geniet van de kumpulans dan ik. Maar dat laat ik natuurlijk in het midden. Begrijpt u? From the eye.